Van harte welkom, dames en heren, op het nieuwe FinCafé. Een ideale gelegenheid om te delen, te leren en te verbinden met elkaar. Vandaag gaan we het hebben over Sustainable Finance. Dit interactieve event is een samenwerking tussen het VBO, Fabelfin en Kanaal Z. Ik ben Soeien Aerts en ik zal de host en moderator zijn doorheen dit hele event. Les banques et les entreprises ont une responsabilité majeure. Elles accompagnent la société dans son ensemble pour la rendre plus durable. Mais comment font-ils cela et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin les uns des autres? Pour répondre à cette question, nous avons réuni aujourd'hui certains des experts juridiques et durables les plus compétents en matière de reporting ESG. Et aussi pour voir l'impact sur les questions de financement et des décisions d'investissement. We zijn heel blij dat jullie vandaag bij ons zijn voor deze inspirerende uitwisseling, want we willen natuurlijk allerhande ideeën met elkaar gaan delen. En we zijn ervan overtuigd dat we jullie gaan overtuigen van het belang van ESG en dat het een motor kan zijn voor de radicale, maar ook wel holistische aanpak en transformatie in onze snel veranderende wereld. Maar voor een introductie geef ik nu heel graag het woord aan Karel Baert, de CEO van Fabelfin. Goedenamiddag allemaal en welkom bij deze virtuele editie van het FinCafé. Het thema van deze editie is Sustainable Finance. Een thema dat niet meer weg te denken is uit het maatschappelijk debat en de actualiteit. Logisch ook, want duurzaamheid is heel breed. Bestaat uit verschillende aspecten, niet alleen uit ecologische en economische, maar er is ook een zeer belangrijke sociale dimensie aan verbonden en het gaat ook over goed bestuur. Als financiële sector beseffen we maar al te goed dat wij samen met de overheid een voortrekkersrol te spelen hebben in de overgang naar een duurzame samenleving en dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om burgers, overheden, organisaties, maar vooral ook ondernemingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van meer duurzame strategieën. Daarom is dit FinCafé het resultaat van een vruchtbare samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen, want het zijn de banken en de ondernemingen samen die aan de kar trekken om de basis te leggen van die duurzame samenleving. Duurzaamheid is een woord dat de laatste tijd alsmaar meer gebruikt wordt in uiteenlopende contexten. Het blijft dikwijls vaag, waardoor het niet meteen duidelijk is wat er nu net mee bedoeld wordt en waardoor soms het risico om de hoek loert dat de term aan inhoud en betekenis verliest. Ce FinCafé entend remédier à ce manque de précision. Pas d'ambiguïté, pas de grande creuse, mais une approche concrète. C'est pourquoi les rapports sur la durabilité, ou ESG, sont au cœur de la discussion de cet après-midi. Parce que le reporting ESG est la traduction, noir sur blanc, de ce que la durabilité signifie en pratique pour une entreprise. Ce sont un ensemble de données concrètes qui font le point sur l'état présent et futur d'une entreprise, tant en termes de respect de l'environnement, que d'engagement sociétal et de bonne gouvernance. Maar wat heeft een onderneming hier nu werkelijk aan? Wel, ik kan u zeggen, veel. Heel veel. En wat precies, dat komt u snel te weten wanneer het eerste deel van dit FinCafé van start gaat. Dat gaat over de talrijke opportuniteiten die ESG-rapportering biedt voor een onderneming. Maar het belang van ESG-rapportering en de bijhorende opportuniteiten gelden niet alleen voor de onderneming zelf. Deze zijn ook in toenemende mate van belang voor haar stakeholders en niet in het minst voor de stakeholders die concreet zijn voor de financiering van haar verdere groei. Wij dus, de banken. ESG-rapportering is voor kredietinstellingen en vermogensbeheerders wettelijk verplicht. Zij moeten immers de duurzaamheidsrisico's en effecten van hun financieringsactiviteiten goed kunnen inschatten en hebben daarom
precieze informatie nodig van de ondernemingen die ze financieren. Dit vraagt inspanningen van alle ondernemingen, van grote beursgenoteerde ondernemingen, maar ook van KMO's. Vooral voor deze laatste is begeleiding en een aangepaste aanpak essentieel. Les informations nécessaires sur la durabilité et le contenu potentiel des rapports ESG forment la deuxième thème de ce FinCafé. Le fait que le reporting ESG soit essentiel pour les banques indique immédiatement qu'il peut avoir un impact sur le financement d'une entreprise. Les banques évoluent dans le foulé et adaptent leurs instruments de financement aux nouveaux modèles économiques. Le prêt traditionnel n'est plus, depuis longtemps, la solution unique pour répondre aux besoins financiers d'une entreprise en plein développement. Wat de impact is op die financieringsmogelijkheden en hoe banken en ondernemingen op elkaar kunnen inspelen, wordt verder uitgediept en toegelicht door onze panelleden in het derde en laatste deel van dit zonder twijfel boeiende FinCafé. Ik wens jullie allemaal een namiddag toe, vol nieuwe inzichten en ideeën, en wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, zeker in het bijzonder iedereen die meegeholpen heeft bij de totstandkoming van dit FinCafé. Pieter Timmermans, de mensen van het VBO, de sprekers, de panelleden. Ik ben ervan overtuigd dat jullie expertise een grote meerwaarde heeft en wij zijn blij ervan te kunnen meegenieten. Dankjewel voor deze introductie, meneer Baert. And to now really introduce you to the topic of ESG reporting, we have invited Gianluca Manca. He's head of sustainability at Eurizon Capital. And he's also the chair of the ESG Disclosure Task Force at European Banking Federation. He's also a member of the Project Task Force for European Sustainability Reporting Standards of the European Financial Reporting Advisory Group, and also member of the board of the EU Eco Label. Proportionate and relevant ESG reporting is an essential tool for companies to manage and also to monitor their sustainability performances. But it's also a very useful tool to look for competitive advantages and for meeting stakeholder demands for information. In any case, ESG reporting should be seen as an opportunity to further develop a company and secure a bright future for our next generation. But how can it work on a day-to-day basis? That is exactly what Mr. Manca will tell us in his keynote. My name is Gianluca Manca. I would like to thank FabelFin for inviting me to this prestigious webinar. It is very important to deal with the issues that FabelFin wants to discuss today, and I am glad and honored to be the opener with this keynote speech. This is a time when things need to change, and need to change fast. There is no planet B. The legislative impetus that we are witnessing in Europe is proof of a spread political awareness that shows its effect with norms, regulation, and legislative pieces. In this context, the newly proposed Corporate Sustainability Reporting Directive, which is the future successor to the Non-Financial Reporting Directive, has set in scope large companies and all companies listed in the EU-regulated markets, only excluding micro-enterprises. This amount of companies covers up to roughly 49,000 companies, and let's consider that in the Non-Financial Reporting Directive, the scope covered roughly 11,700 companies. The proposal that today we are setting under scrutiny envisages two different standards, one for large companies and one for listed SMEs, specifying that all those that are not in scope should report voluntarily on the base of the standard that has been created, that will be created for listed SMEs. The reporting site to store the information will likely be the management report, and the report itself should be subject to limited assurance. As you can see for the other bullet, Article 19C of the Corporate Sustainability Reporting Directive proposal says that the Commission
shall adopt delegated acts in accordance with Article 49 to provide for sustainability reporting standards that must be proportionate to the capabilities and characteristics of small and medium-sized undertakings. So let's think that if we try and plot the SME's capabilities to respond to the directive and also the stakeholders' needs on the other side, namely the preparers, financial institutions, public administration, non-governmental organization, then we could eventually risk to stumble into a dilemma. Because on the one side, we would have a too simplistic standard that might be inadequate to meet the reporting and disclosure requirements of small, medium enterprises. And on the other, we might have a too demanding standard that might not be feasible, nor proportionate or cost-effective for small and medium enterprises. So this starting point has been widely elaborated by committees, parliamentarians, whose outcome recently resulted in a compromise text. This text reports numerous amendments that mainly involve the scope of the proposal, also highlighting the need for a list of high-risk small and medium companies. In such a scenario, even though the majority of the European small and medium companies would not be subject to any obligatory reporting standards, they would be nonetheless caught in the so-called trickle-down effect. This effect implies that large companies in scope will require full disclosure from their suppliers to comply with their reporting duties. Hence, the SME's realm might therefore be split in those who are reporting compliant to the directive, the listed SMEs, those reporting in response to the request of larger clients or financial institutions, those not reporting at all, mainly business to consumer companies, and those that wish to report voluntarily to explain their sustainability journey and approach. Usually this kind of companies are those who perform well and will expect commercial and competitive advantages. So with this premises, EFRAG is working hard to define reporting standards that are adequate and proportionate to allow the sustainability reporting for the widest possible number of SMEs, not only the listed ones. Let's see why it is so important to talk about SMEs and why they become so central and pivotal in the thoughts of the European Commission. This is the report on SMEs 2020-2021 from the European Commission itself that shows in numbers what it means to deal with SMEs. In 2020, more than 21 million micro, small, and medium-sized companies were active in the EU 27 countries, accounting for 99.8% of all enterprises. Of this total, the 93% were micro enterprises employing less than 10 people. All those companies represent 53% of the total value added produced by the 27 European countries, accounting for more than half of Europe's GDP. 65% of the total 27 EU countries, employment was generated by the SMEs in Europe, for a number that covers around 100 million people. So you see how important it is to make the Corporate Sustainability Reporting Directive in line with the needs expressed by these numbers. One of the concepts that EFRAG has recently highlighted is the reporting tool that should be seen and work as a facilitator for smaller companies to address their story and their role in the sustainability revolution. Accurate transparency will certainly lead to better market positioning, attractivity at direct clients level, and eventually also additional risk control. Companies reporting voluntarily will also be better positioned. Satisfying the request of financial institutions will likely be subject to quicker assessment and successful financing for their own benefit, as an advantage towards the competitor. Let's see what is requested from the banks in terms of reporting.
Credit institutions with more than 500 employees are today requested to public their green asset ratio, extent to which their activities are EU taxonomy aligned. The green asset ratio denominator will be of much larger scope and will be definitely much larger than the numerator. With some exceptions, almost the entire balance sheet will be included in the denominator. It will include types of asset not allowed for assessment in the numerator, for instance, such as loans to sectors not yet covered by the EU taxonomy, or small medium enterprises and non-EU entities for loans that are not in the scope of the non-financial reporting directive. On this, the European Banking Authority has released draft implementing technical standards that still need to be adopted by the Commission. And in response to the lack of symmetry between the numerator and the denominator of the green asset ratio, the European Banking Authority is proposing to require banks to also report the so-called banking book taxonomy aligned ratio, which obliges banks to assess the taxonomy alignment of SMEs clients and non-EU exposures. As there is no corresponding obligation for the SMEs or entities outside the EU to report taxonomy alignment, banks have to obtain information from such entities on a bilateral basis, on a best effort basis. And if that's not possible, the EBA is also suggesting to use estimates. So the three points that the EBA nails down are best effort basis bilateral engagement, use of estimates, not proxies, full transparency on estimates required, and comply or explain in case information cannot be obtained or estimated. So the more taxonomy aligned financing will be placed in the numerator of the green asset ratio of the BTAR, the higher ratio will be reported by banks. However, both ratios are not able to fully report the sustainability efforts of banks. For instance, financing a building renovation that improves energy efficiency, let's say from F to C, will not be captured in the green asset ratio or in the BTAR, as it cannot be considered taxonomy aligned. Also, other financially beneficial for society, health, education, will not be covered in the green asset ratio. So, while large corporations and companies listed in regulated markets already have in place structured processes to provide accurate reporting as requested by lawmakers and regulators, small and medium enterprises are really at the dawn of reporting, specifically when it comes to sustainability. It is fundamental to notice that it is not clear yet what kind of information will be of interest for many of their stakeholders. At the same time, the majority of small and medium enterprises, being micro companies, a great number of smaller companies have not yet the need for a financial or even a fiscal advisor. So let's focus on the fact that the SMEs, part of the SMEs, are not prepared yet. It is very likely that the reporting required by the upcoming European Sustainability Reporting Standards and the Corporate Sustainability Reporting Directive specifications will be phased through costly advisory services, mainly because of two main large reasons. Gruesome wording, meaning that the present legal framework often ignites scrutiny and debate amongst professionals, given the nature of legal word settings. Small enterprises and single entrepreneurs must be facilitated and supported in understanding what is expected from their firms and or from themselves, given the general lack of public awareness on sustainability and ESG. The other major topic is administrative burdens. Small enterprises suffer already from disproportionate burden on small businesses, where a big account enterprise spends €1 per employee to comply with the regulatory duty. A medium-sized enterprise might have to spend around €4, and small businesses up to €10. So the main reason is the fact that in small businesses, the most important resource, the entrepreneur himself, has to deal with regulation. So can these difficulties be tackled and resolved? We think so. The effort that we are exerting
today pushes for three main areas: simplified obligations, reduction of the administrative burden, and the possibility to report through ranges and also using the available existing information in the hand of small and medium enterprises. This is clearly a pivotal moment for economies and for the society. There is no doubt that the path towards sustainability is demanding and that is requiring efforts from the civil society, from corporations, and more than others, entrepreneurs. What we understand for sure, though, is that in the long run, it will sure pay off. Thank you very much. Thank you, Mr. Manka, for the information shared in this keynote. En ik denk dat we na deze keynote klaar zijn om aan het panelgesprek te beginnen. We hebben gehoord dat er uiteraard, ook al is het op dit moment nog niet verplicht voor KMO's, een groot voordeel zit aan het rapporteren in ESG-standaarden. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de oui ou non, je vais le faire, mais plutôt comment est-ce que je peux commencer à faire un reporting ESG. Et pour en discuter, je suis ici avec des experts que je vous introduis avec plaisir. Nous avons Vanessa Biebel, qui est COO et Executive Manager Sustainability et Circular Economy à la Fédération Belge des Entreprises. Elle est bio-ingénieure de formation et le développement durable, l'environnement et les idées circulaires lui tiennent énormément à cœur. Bienvenue, Vanessa. Nous avons aussi Catherine Delagne, elle est conseillère PME chez Guberna. Et Guberna veut surtout exercer un impact et un impact pour l'ambition de devenir la norme par excellence en Belgique. Et ce, sur le plan de la bonne gouvernance, bien entendu. We hebben ook Tom van den Berge, Director Sustainable Finance bij Fabelfin. En Fabelfin wil heel graag de bewustwording creëren rond het toenemende belang van ESG voor de financiering van ondernemingen. Want ESG heeft een impact op kredietverlening, maar ook op de financiële markten, zoals ook blijkt uit het Towards Sustainability Label voor duurzame beleggingsfondsen. Van harte welkom, meneer van den Berge. Johan Eijkmans is professor in Environment Economics aan de KU Leuven. Daarnaast ook promotor van het Policy Research Center Circular Economy. En daarnaast ook de grondlegger, mede-grondlegger van een nieuwe opleiding Sustainable Leadership. Hartelijk bedankt aan alle vier om hier te zijn, om jullie expertise met ons te delen, uiteraard. En we gaan dit panelgesprek opdelen in drie grote thema's. En elk van die thema's gaan we laten inleiden door ondernemers die vertellen en die getuigen hoe zij die ESG-rapportering hebben aangepakt en wat het voor hen betekend heeft. In het eerste deel wil ik het graag gaan hebben over de voordelen van ESG-rapportering voor de KMO's. Want uiteraard kunnen KMO's op heel veel verschillende manieren gaan verduurzamen. Ze kunnen hun productieproces aanpakken, ze kunnen werkomstandigheden gaan bekijken, besluitvorming veel transparanter maken en diverser gaan nadenken over hun workforce. Maar er zijn nog heel veel andere manieren. En die manieren zullen ze dus gaan aantonen in die ESG-rapportering. Nous allons directement commencer avec une première vidéo, une vidéo où Grégoire Morel de Derbigum va nous expliquer pourquoi chez eux le reporting ESG a vraiment fait quelque chose et donc pas uniquement pour les grandes entreprises. Je suis Grégoire Morel, je dirige la société familiale belge Derbigum, société implantée à Perouet dans le Brabant Wallon, qui fabrique depuis 1932 des membranes d'étanchéité destinées à l'étanchéité de toitures plates dans le domaine du bâtiment. Alors la première raison de faire ce reporting d'ESG, c'est parce que travailler la composante environnement de notre impact industriel fait partie de la DNA d'Imperbel. On a toujours travaillé effectivement dans porter attention à notre impact sur la planète. Alors, mettre en avant les compétences de Derbigum en matière de recyclage et donc de contribution à une étanchéité circulaire est extrêmement important pour la motivation des équipes, dans notre capacité également à recruter des talents et puis dans une capacité aussi à donner de la fierté pour l'ensemble de nos collaboratrices et de collaborateurs.
Alors, les résultats que nous obtenons aujourd'hui en matière de recyclage sont le fruit de nombreuses années de recherche et développement et d'industrialisation qui nous permettent aujourd'hui, puisque nous vous avons atteint de l'expérience, des compétences, mais également puisque nous avons atteint des économies d'échelle, de générer des économies significatives dans nos coûts de production, dans le coût des matières premières notamment que nous utilisions par rapport à l'utilisation de matières vierges. Le fait que Derbigum soit reconnu sur ces marchés comme l'acteur le plus en avance en matière de recyclage nous permet aujourd'hui de positionner l'entreprise comme un leader dans ce domaine, mais aussi de gagner des parts de marché vis-à-vis d'un certain nombre de clients dans nos métiers, donc dans les métiers de la construction, qui veulent construire durable, qui veulent construire circulaire et qui mettent de plus en plus dans leurs critères techniques, dans leur cahier des charges, la contribution positive à l'environnement des produits ou des solutions qu'ils veulent mettre en avant. Je crois que pour une PME qui voudrait lancer dans cette démarche, il faut d'abord identifier, entre guillemets, les combats ou les priorités sur lesquelles on veut se focaliser. Les sujets couverts par l'ESG sont des sujets qui sont très vastes et qui touchent une grande série en fait, de composantes liées à l'organisation et à la gouvernance d'une entreprise. Donc, identifier le domaine ou les domaines dans lesquels vous pensez avoir du savoir-faire, dans lesquels vous pensez avoir de l'expertise, dans lesquels vous pensez pouvoir vous différencier et mettre sur ce sujet-là les ressources que vous pouvez mobiliser. Alors, l'utilisation de plus en plus importante par Derbigum de matières recyclées dans la conception et dans la fabrication de ces produits nous permet de prouver un impact extrêmement positif en termes de consommation de CO2 au mètre carré, en termes d'utilisation de ressources finies dans la mise en œuvre de nos solutions d'étanchéité par rapport à des solutions alternatives. Ja, en we hebben duidelijk een goed beeld wat die ESG-rapportering in dit bedrijf heeft opgeleverd. Maar ik zou het heel graag willen doortrekken naar een veel bredere groep van KMO's. Hoe kan dat een impact hebben voor hen? Misschien moeten we eens starten om te kijken hoe belangrijk het is voor het imago van een KMO. Zal die ESG-rapportering ook bijdragen aan het imago? Et je me permets de commencer par vous, Catherine. Est-ce que, selon vous, l'objectif premier est l'image d'une entreprise grâce au reporting ESG? Mais une entreprise qui décide donc de communiquer sur sa stratégie ESG peut le faire pour plusieurs raisons. Hein. Et pour moi, l'image ne peut jamais être l'objectif premier. Ce qui est important, c'est le processus que cette entreprise a mis en place pour intégrer ces valeurs ESG dans sa stratégie générale. Et ça concerne d'abord identifier, on l'a vu dans le petit film, hein, c'est identifier les valeurs ESG qui sont pertinentes, les intégrer dans la stratégie, évaluer avec méthodologie et puis seulement après faire un reporting qui soit cohérent, à savoir communiquer sur ce qui a été réalisé, mais aussi sur ce qui n'a pas encore été réalisé. Et donc, une entreprise qui utilise le reporting comme vernis commercial va très vite être détectée et va être accusée de greenwashing. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très facile hein, de détecter le greenwashing parce que les clients, les fournisseurs, les investisseurs sont très attentifs à la cohérence entre la rhétorique et les actes, parce qu'il y a aujourd'hui des algorithmes sémantiques qui permettent très vite de détecter s'il y a des incohérences. Et puis aussi, je pense qu'il ne faut pas le négliger, c'est les voix qui risquent de venir de l'entreprise même. On a vu des whistleblowers récemment dans des entreprises reconnues. Et donc oui, je pense que l'image, il faut faire attention, il faut que ce soit cohérent avec la stratégie réelle de l'entreprise. Het mag dus geen laagje vernis zijn die je commercieel over de onderneming legt, Tom. Maar we mogen natuurlijk ook dat imago niet verwaarlozen. We hebben als bedrijf te maken met heel veel stakeholders. Welke stakeholders hechten volgens u belang aan die rapportering? Ja, imago mag inderdaad zeker niet de enige reden zijn, maar desalniettemin, aantrekkelijkheid en imago is belangrijk voor een onderneming, is belangrijk voor de vele stakeholders van een onderneming. En als we kijken naar stakeholders, dan denken we in de eerste plaats aan de klanten. Mm-hmm. We denken aan de particuliere klanten, die liever kopen
bij bedrijven die op een of andere manier duurzaam zijn. Duurzaam in de producten die ze maken, de manier waarop ze die producten maken, de manier waarop dat de organisatie georganiseerd is. Maar ook zakelijke klanten die verwachten dat hun leveranciers op een duurzame manier produceren. We hebben daarnet tijdens de keynote gehoord over het trickle-down-effect. De grote bedrijven die verplicht zijn van te rapporteren, gaan die vraag ook doortrekken in de gehele waardeketen waar KMO's zich in bevinden. En dan komen we ook bij het luikje financiering. Duurzame bedrijven zullen aantrekkelijker zijn voor financiering. Financiering door banken. Banken en ook beleggingsfondsen gaan liever bedrijven financieren die meer transparant zijn over hun duurzaamheid. Ook overheden, als zij subsidies gaan uitreiken, subsidies gaan ook altijd meer en meer rekening houden met het luikje ESG. Dus het heeft ook een impact op een bepaalde competitiviteit, hoor ik. Vanessa, is que ces idées doivent faire alors vraiment la base, la vision en général d'une entreprise? Est-ce que ça va aussi aider la communication interne, par exemple, dans une société? Oui, alors clairement, l'objectif d'une entreprise est de créer de la valeur économique d'abord, mais elle doit aussi créer de la valeur environnementale et sociétale. Et aujourd'hui, un bon manager, ben forcément, il va regarder ses comptes. Il doit aussi regarder ses comptes extra-financiers, c'est-à-dire son impact environnemental, sociétal, de manière générale sur la société. Donc, ça fait partie, finalement, d'une bonne gouvernance, de pouvoir aussi mitiger les risques, de pouvoir regarder ce qui se passe en dehors. Et pour moi, effectivement, faire du reporting, pour faire du reporting, c'est-à-dire uniquement répondre à la législation, mais s'il faut le faire, il faudra le faire, mais je pense que ça doit être utilisé comme vrai outil stratégique, managérial. Donc ça permet vraiment de voir comment impacte l'entreprise sur l'environnement. Et par exemple, on va pouvoir minimiser l'impact négatif qu'on a. On a une empreinte environnementale en tant qu'entreprise, comment minimiser ça? Mais aussi, comment est-ce qu'on va maximaliser l'impact positif de son entreprise? Et grâce à cet exercice, si on le fait sérieusement, ça peut vraiment permettre de développer des opportunités de marché, en pouvoir trouver peut-être des nouveaux services, des nouveaux biens à développer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour moi, vraiment, l'ESG, plus qu'un box thinking exercise, doit vraiment être utilisé comme outil de gestion par le board. Heel duidelijk, Johan. We mogen het niet gewoon als een vinkje zetten van dat hebben we ook weer gedaan. Nu, als je denkt als KMO over, ik moet gaan praten over mijn duurzaamheid, dan gaan we natuurlijk automatisch een beetje gaan kijken naar het milieu. Wat zijn de milieueffecten die ik als onderneming heb? Maar het heeft ook een sociale dimensie. Wat zijn daar dan de opportuniteiten en voordelen van? Wel, die zijn voor een deel zijn die heel gelijkaardig natuurlijk met milieuvoordelen. En we weten eigenlijk dat voor de goede werking van markten perfecte informatie heel cruciaal is. En dat betekent dat een bedrijf dat goed bezig is op de E en de S-criteria, dat die vaak toegang hebben tot iets betere financieringsvoorwaarden, dat die van een klant een premium kunnen krijgen voor hun producten en hun diensten. Maar ze gaan dat alleen maar toegang krijgen tot die voordelen als ze op een geloofwaardige manier dat signaal kunnen sturen naar hun stakeholders. Dus geloofwaardige informatie is heel cruciaal om toegang te krijgen tot die voordelen. En dan is de klassieke manier om dat te doen te zoeken naar een label of een certificatie. Dat is dan eigenlijk de manier om dat informatienadeel om dat te overbruggen. Nu, dat brengt ons natuurlijk dan bij een heikel punt. Dat is dat er bijzonder veel labels zijn. En dat is op dit ogenblik een grote uitdaging. Grote uitdaging om, om een label te vinden, een standaard te vinden waar je wilt aan voldoen. Vanessa, est-ce que le reporting, je dirais non financier, est-ce que selon vous, on va aussi avoir l'opportunité d'attirer des jeunes talents à venir travailler pour son entreprise? Et est-ce que cette diversité et inclusion au sein de la société va aussi avoir un effet positif, je dirais?
Alors, on remarque de plus en plus, c'était dans le témoignage de Derby Gum, il parlait de motivation du personnel, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, avoir un purpose, c'est-à-dire un sens au niveau de l'entreprise, c'est vraiment très important pour attirer les talents, effectivement. On voit de plus en plus de candidats qui viennent en interview, mais qui posent aussi des questions à l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites en matière de durabilité? Et donc, l'entreprise doit répondre déjà, c'est quoi ma stratégie? Et pour vraiment attirer les talents, on doit avoir vraiment ce sens. Et les jeunes talents sont vraiment aussi en recherche de sens. Alors oui, le salaire est toujours un facteur d'attractivité, mais pouvoir se réveiller le matin et se dire, OK, moi, j'utilise mon métier et j'apporte quelque chose à la société, eh bien, ça permet d'attirer des talents supplémentaires. Ça permet vraiment d'innover, de continuer à se dire qu'on va pouvoir trouver d'autres produits qui sont peut-être mieux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Je pense que c'est vraiment important pour motiver effectivement le personnel, la fierté et tous aller dans la même direction, qu'on comprenne vraiment le purpose de l'entreprise. Alors, au niveau de la diversité et de l'inclusion, évidemment, c'est un élément très important, parce que la diversité, on va avoir plus de culture, on va avoir un équilibre homme-femme, etc. Ça va permettre aussi d'augmenter, d'avoir plus d'idées. Ça va augmenter l'innovation, ça va augmenter la productivité. Donc, clairement, ce sont des facteurs sur lesquels on doit essayer de travailler et qui vont avoir un bénéfice à long terme sur la stratégie et la productivité de l'entreprise. D'accord. La fierté, très importante, la fierté que les jeunes ont, et les moins jeunes d'ailleurs aussi, quand ils travaillent au sein d'une entreprise. Catherine, ESG, on a le G de gouvernance. Qu'est-ce que cela signifie, une bonne gouvernance, dans le contexte d'une entreprise ? Alors, la notion de gouvernance a connu plusieurs définitions et donc d'interprétations, parce que ce n'est pas un concept statique, c'est un concept dynamique qui évolue à travers le temps. Aujourd'hui, quand on réfère à la bonne gouvernance d'une entreprise, on regarde la façon dont elle organise ses structures, ses processus décisionnels pour finalement arriver à la création de valeurs durables. C'est une notion très importante, et Vanessa a déjà aussi parlé de création de valeurs, mais les notions de création de valeurs durables, mais en tenant compte de toutes les parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait... Je ne vais pas dire que c'est récent, mais c'est un élément qui devient excessivement important par rapport à une gouvernance. À une époque où on regardait surtout la valeur de l'actionnaire, hein, on prenait ses intérêts de l'actionnaire en compte. Ici, aujourd'hui, il n'y a pas que le capital financier qui compte, c'est le capital humain, c'est le capital environnemental qui est pris en compte. Et une bonne gouvernance consiste à vraiment intégrer tous ces éléments-là dans une stratégie de façon holistique. Parce qu'ici, on scinde souvent E, S et G. Pour moi, tout est ensemble, tout est interconnecté. Et si on n'a pas au départ une bonne gouvernance, on ne va pas y arriver. Ok. Dus de E, de S en de G die zijn heel sterk met elkaar verweven. Wat ik me afvraag, Tom, zou zo'n ESG-rapportering misschien niet op heel korte termijn, maar ook op langere termijn, ook kunnen zorgen voor een bepaalde kostenreductie in een bedrijf? Ik denk op korte termijn gaat dat natuurlijk een inspanning vragen. Hè. Dus dat is iets dat we niet moeten wegsteken. Rapporteren, ESG-rapporteren, is voor veel ondernemingen en zeker voor KMO's een nieuw en vraagt een extra inspanning. Maar een extra inspanning die loont op korte termijn, maar zeker ook op langere termijn. Hè. Als we op korte termijn denken, bijvoorbeeld het in kaart brengen van uw energieverbruik, uw waterverbruik, uw productie van afval, het gebruik van grondstoffen, allemaal deze zaken. Dat monitoren kan leiden tot efficiëntiewinsten. Hè. Efficiëntiewinsten die tot kostenreducties kunnen leiden. Ten tweede, financiering. Je kan in aanmerking komen voor specifieke financieringinstrumenten of betere financieringsvoorwaarden. Als u beter over duurzaamheid rapporteert of op een meer duurzame manier onderneemt. Dat is een bijkomende manier om tot kostenreducties te komen. Op langere termijn, dan sluiten we aan bij bijvoorbeeld het belang van
werknemers die graag werken bij een onderneming, die zich kunnen vereenzelvigen met de doelstellingen, met de duurzame doelstellingen van een onderneming, gaan waarschijnlijk liever bij die onderneming blijven. Mm-hmm. Gaat minder personeelsverloop zijn, wat uiteraard ook een kostenreductie met zich meebrengt. We mogen ook verwachten dat naar de toekomst toe steeds meer bijkomende regelgeving en normering zal komen rond duurzaamheid. Denk maar aan normering voor natuurimpact, afval, mest, heel wat normering. Bedrijven die daarop voorbereid zijn, die dat al in kaart gebracht hebben, die een pad hebben, governance hebben, om zich daarop voor te bereiden, gaan niet hals over kop, als de normering komt, zich moeten aanpassen. En dat is ook... zal zich ook op langere termijn ook financieel laten voelen. Mm-hmm. Ja, Johan, we kunnen natuurlijk gewoon wachten tot er normen komen, tot er regels komen. Maar stel, je bent een KMO en je zegt van oké, ik wil daar heel graag mee beginnen. We hebben het in het filmpje van Derbigum gehoord. Je moet dan op een of andere manier die voordelen in kaart gaan brengen. Heb je daar tips hoe we daaraan kunnen beginnen? Om te gaan kijken van oké, welke steen leg ik eerst als het gaat over mijn ESG in mijn bedrijf? Wel, ik denk dat je ziet eigenlijk twee grote strategieën. Je ziet eigenlijk bij een aantal bedrijven een reactieve strategie. En dat wil zeggen dat ze pas in actie schieten op het moment dat ze onder druk gezet worden door de regelgeving of door hun klanten plots verplicht worden om te rapporteren. Aan de andere kant zie je dan natuurlijk bedrijven die heel proactief daarmee bezig zijn, vanuit een goede governance eigenlijk begonnen zijn met een nieuw businessmodel op te zetten. En het is eigenlijk vooral in die nieuwe businessmodellen dat dikwijls opportuniteiten liggen om een competitief voordeel te kunnen halen, waarbij dat je dan, als het over circulaire economie gaat, niet meer je zaken verkoopt, maar ze ondertussen verhuurt of leest. En daar een heel duidelijk verhaal kunt brengen dat jij op een hele duurzame manier met materialen omgaat, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar zie ik eigenlijk de meeste voordelen naar, zal ik maar zeggen, uitbreidingsinvesteringen of extra marktsegmenten proberen te capteren. Oké, heel duidelijk. Ik zou heel graag willen gaan naar onze tweede hoofdthema. Want ja, waaruit bestaat die ESG-rapportering dan? Als we zeggen rapporteren, dan gaat het uiteraard over data. Kwalitatieve data, kwantitatieve data. Mais pour avoir un aperçu des différents data, il faut quand même regarder un peu quel type d'entreprise est-ce que j'ai, quelles sont les choses qui sont relevantes pour moi, mais peut-être pas tellement pour mes concurrents, peut-être. En ik stel voor dat we ook nu eerst even gaan luisteren naar een filmpje wat we genomen hebben met een andere ondernemer, Anne Magnus van Magnus Gifts. En zij zal ons vertellen op welke manier zij begonnen is aan die duurzaamheidsrapportering. Kijkt u even mee. Ik ben Anne Magnus, ik ben CEO van Magnus Business Gifts en wij doen relatiegeschenken voor bedrijven. Toen ik 10 jaar geleden het bedrijf overnam, vond ik duurzaamheid vanuit mijn eigen identiteit belangrijk. Maar duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. En met een aantal jaar dan zelf aan de slag te zijn na een start toe MVO bij MVO Vlaanderen, heb ik ervoor gekozen om mezelf te gaan challengen aan de hand van een audit. Voor mij is dat belangrijk omdat dat eigenlijk een aantoonbaarheid is naar alle stakeholders rondom jouw bedrijf. Dus zowel naar medewerkers als naar leveranciers, banken, verzekeringsmaatschappijen en klanten. En het geeft eigenlijk een voortschrijdend inzicht in een uitdaging rond je eigen duurzaamheid van je onderneming. Er mag ook fun in een onderneming zijn. Het moet niet allemaal saaie boel zijn. En de fun zorgt ook dat iedereen binnen de onderneming een bepaalde uitstraling geeft aan en identiteit aan uw onderneming, waardoor dat je naar de stakeholders ook weer een duidelijk beeld geeft van wie dat je bent en waar dat je voor staat. Wel, het is eigenlijk een heel jaar door dat eraan gewerkt wordt. Hè. Dus daarom dat dat jaaractieplan voor ons een belangrijke was. Omdat dat een staving geeft van, oké, rond welke SDG's kunnen we hier gaan werken. En
Welke informatie hebben wij gekregen vanuit de audit, in ons geval EcoVadis? En door zo'n jaaractieplan op te stellen, heb je dan een leidraad en dat maakt dat het makkelijker is om je data te gaan verzamelen. Ja, voor mij wel. Wat ik merk, dat is dat de laatste jaren krijgen wij regelmatiger de vraag vanuit klanten als nieuwe klant zijnde. Kijk, u bent nieuwe leverancier, hierbij een detaillijst rond duurzaamheid en alle aspecten daar rond. Door die certificering te doen, kan je perfect eigenlijk onmiddellijk dat opsturen en is dat voldoende om aan hen aantoonbaar te geven hoe dat je al staat ten opzichte van duurzaamheid. Ja, die start to MVO was voor mij een hele goede stap. Ik heb ondertussen een consultant onder de arm genomen die ook ergens ooit in de bedrijfswereld gestaan heeft en die ook de know-how heeft van hoe dat een bedrijfsleider denkt van een KMO. En dat heeft mij geholpen om alle stappen te gaan op papier zetten en die ook als leidraad te kunnen gebruiken. En gewoon doen. Dat is de belangrijkste tip eigenlijk. Dankjewel, Anne. Gewoon doen. Het lijkt heel erg eenvoudig, maar is het misschien niet altijd. Vanessa, comment est-ce que cette différence qualitative et quantitative s'exprime au fait dans un reporting? Alors, quand on fait un reporting, il faut d'abord choisir le référentiel avec lequel on va travailler. Il en existe vraiment différents et dès qu'ils sont audités, dès qu'ils sont libres, enfin, qu'ils ne sont pas audités. Évidemment, comme on dit, pour commencer, meten is weten. Et donc, il faut vraiment connaître et avoir certains indicateurs clés qui vont permettre de suivre une évolution. Ensuite, on va regarder quelles sont les priorités et on va se fixer des objectifs. Alors, forcément, il y a toujours du quantitatif, puisqu'un indicateur, une donnée financière, c'est quantitatif. Mais ce qui est aussi important, c'est l'histoire qu'on va raconter pour aller vers l'objectif. Donc, un rapport non financier, un rapport ESG, ce n'est pas uniquement des chiffres, mais c'est bien aussi, on explique l'histoire et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour arriver à cet objectif. Parfois, on rate l'objectif, mais il est important d'expliquer qu'on n'a pas atteint l'objectif pour les raisons suivantes, et à partir du moment où c'est transparent, où c'est bien expliqué, eh bien, il y a des raisons pour lesquelles parfois on n'atteint pas l'objectif. Mais ça, c'est vraiment important, cette transparence. D'accord. Une transparence. Catherine, on l'a dit, ça dépend d'une entreprise à une autre. Où est-ce que vous voyez vraiment de vraies différences entre les entreprises? Mais effectivement, chaque entreprise est unique, elle est unique dans son secteur, par sa stratégie, et on voit souvent que les entreprises connaissent très bien leurs points forts et aiment bien de communiquer sur justement les points forts. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres outils qui permettent d'un petit peu ouvrir ce scope de critères ESG à prendre en compte. Une première, c'est peut-être ce qu'on fait assez régulièrement, c'est de faire une matrice de matérialité. Donc, ça veut dire qu'on demande aux parties prenantes de dresser quels sont les critères ESG qui, pour elles, sont les plus pertinentes. Et puis, on va les comparer aux critères que l'entreprise trouve pertinentes. Et donc, il y a deux notions qui sont très importantes dans cette approche. C'est la notion d'impact. Parce que il faut, comme on l'a déjà dit, l'impact peut être positif et négatif. Il faut faire un reporting sur les deux. Et puis, la notion de connexion, ça veut dire qu'on rentre en contact, en dialogue avec les parties prenantes pour justement ne pas s'enfermer dans une vision trop étriquée de ce qui est important pour sa société ou pas. Et puis, il y a d'autres méthodes. Anne de Magnus l'a souligné. Elle utilise, je pense, les objectifs de développement durable. Et ça permet aussi de sélectionner les objectifs qui sont les plus pertinents pour l'entreprise. Il existe d'ailleurs un outil qui s'appelle le SDG Action Manager et qui a été développé en partenariat avec BILAP et United Nations Global Compact et qui est un outil qui est gratuit. Et qui permet en fait de déterminer assez vite quels sont les objectifs parmi les 17 qui ont été répertoriés, quels sont les objectifs les plus pertinents, et de faire une feuille de route. On l'a aussi déjà dit, ce qui est important, c'est la transition, c'est de pouvoir mesurer où on est aujourd'hui, mais surtout où on va aller demain et quels sont les points où il faut encore faire des efforts
important. Donc, je pense que chaque entreprise a ses propres critères, mais ils doivent être cohérents. Ja, Johan, wat ik vooral hoor is, we moeten transparant zijn. We moeten transparant zijn naar alle stakeholders die we hebben. We moeten het ook goed plannen. Ik hoor ook dat er bepaalde reporting standards zijn. We horen Anne dat ook zeggen. Wat ik mij afvraag is, kan elke KMO hier dan mee aan de slag? Kan iedereen daarmee werken? Is dat een beetje een betaalbaar gegeven ook? Ja, is dat betaalbaar? We hebben net voorbeelden ook gehoord van gratis tools die er zijn. Maar gratis, er is natuurlijk nog altijd een kost in termen van tijd die je er moet aan spenderen. En dat is ook voor vele ondernemingen, voor kleine ondernemingen, een heel groot probleem. Dat ze minder middelen hebben dan de grote ondernemingen om natuurlijk zo'n proces op te zetten. Ik zou zeggen, daar begin simpel. Als je van nog niks begint, neem dan gewoon je facturen er eens bij van hoeveel je voor elektriciteit betaald hebt, voor gas betaald hebt. En deel dat door de toegevoegde waarde of door je omzetcijfer. En dan heb je direct een heel eenvoudige ratio van een energieproductiviteit. En volg die eens doorheen de tijd, van jaar op jaar. En dan ga je merken dat onmiddellijk er een discussie ook binnen de onderneming ontstaat van oké, als we dit willen veranderen, wat moeten we dan fundamenteel doen? En het is belangrijk om zo een indicator te hebben om de discussie aan op te hangen. Mm-hmm. En dat kan binnen een kleine onderneming eigenlijk het hele proces al op gang trekken. En dan in een volgende stap kan je gaan beginnen naar vrijwillige rapporterings- en gratis tools. De volgende stap zien we consultants die natuurlijk naar het bedrijf komen. Mm-hmm. En ook daar is er een heel groot scala- en ambitieniveau verschillen. En ik denk dat er veel mogelijkheden zijn om stap per stap eraan te beginnen. En niet onmiddellijk, zal ik maar zeggen, voor een zeer, zeer exclusieve en dure certificering te gaan als allereerste stap. Mm-hmm. Ja, heel duidelijk zeg je van oké, begin eenvoudig. Wat ik ook hoor, Tom, is van neem eens je factuur erbij, kijk waar je nu staat, kijk waar je dan over een aantal jaren staat. Het lijkt mij dan belangrijk om niet alleen de huidige toestand in kaart te brengen, maar ook toekomstplannen. Vanessa haalde het al aan, we moeten weten waar we naartoe gaan, we moeten daar transparant over communiceren. Zijn daar nog tips hoe je dan kan gaan nadenken over ja, waar wil ik dan gaan staan over een aantal jaar? Ik denk dat er al heel wat tips vermeld zijn. Maar het is inderdaad, het is duurzaamheid, verduurzamen is transitie, is transformatie. Hè. Dus dat is een proces, dat is een proces in de tijd. Het is belangrijk om te kijken waar we nu staan en daarover te rapporteren. En heel veel rapportering gaat over de huidige situatie. En inderdaad, we moeten zeker KMO's heel eenvoudig, simpel beginnen met de elementen die het meest pertinent, het meest relevant zijn voor uw onderneming. En dat kan heel ver uiteen liggen tussen verschillende ondernemingen. Mm-hmm. En dan moeten we dat inderdaad opvolgen van jaar op jaar en ook governance-wise een strategie hebben. Waar liggen als onderneming mijn individuele opportuniteiten en risico's? Mm-hmm. Waar ben ik gevoelig voor? Ben ik een onderneming die heel veel energie verbruikt, die heel CO2-intensief is, die heel veel water verbruikt. Dus afhankelijk of heel veel afval heeft of dergelijke, of als ik bijvoorbeeld heel veel goederen invoer vanuit verre landen waar er bepaalde controversies zijn. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zaken die u in kaart kan brengen en die belangrijk gaan zijn en waarom je dan een strategie kan bouwen naar de toekomst toe. Want het is een transitieproces. Ja, het gaat dus echt niet over enkel zeggen waar ik nu sta, maar het gaat over nadenken. Waar wil ik strategisch staan en welke factoren hebben daar dan een impact op? Je reviens, parce que je suis curieuse de connaître aussi votre avis, Vanessa. Est-ce que selon vous, chaque PME peut travailler avec un standard comme il en existe, qui ne sont peut-être pas toujours faciles à utiliser? Et si ce n'est pas le cas, selon vous, comment est-ce qu'on peut effectivement commencer?
Je rejoins tout à fait. Hein. La vie, il faut commencer. Il ne faut pas attendre que ce soit quintinclair et que les demandes d'un point de vue référentiel soient prêtes. Aujourd'hui, ça, c'est un petit peu le problème. Et peut-être d'abord revenir sur les coûts. On en a déjà parlé. Il y a des coûts internes relatifs au reporting. Généralement, la personne qui se charge du reporting doit aller chercher des données partout dans la société, à tous les échelons et dans tous les départements. Ça prend du temps. Mm-hmm. Ça demande beaucoup d'énergie, donc c'est un coût effectivement interne. Il y a un coût externe aussi, parfois on engage un consultant parce qu'on n'a pas effectivement les capacités internes de le faire, et puis éventuellement on prend un auditeur pour certifier. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Si on démarre volontairement en tant que PME, c'est pas ça que je conseille. Il y a suffisamment d'outils gratuits qui sont mis à disposition. Maintenant, ce qu'on attend effectivement, c'est aussi de la clarté par rapport à la législation. Donc aujourd'hui, il y a des législations qui arrivent pour les PME à partir des grosses PME, donc on attend sur quoi est-ce qu'il va falloir reporter. Mm-hmm. Les banques aussi ont aussi un agenda et sont aussi soumises à une certaine législation, donc on doit aussi pouvoir répondre aux demandes des banques, hein, d'un point de vue financier. Donc tout ça c'est un mélange de choses qui sont occupées de se passer, et donc attendre n'est vraiment pas la solution, et surtout que c'est, comme on l'a déjà dit, c'est une transition. Commencer petit avec certains projets, et en fait, en regardant dans la société, on va souvent voir que, mais en fait, on est déjà occupé à faire du développement durable depuis des années, mais on doit mettre ça sur une carte, on doit structurer ça et voir où sont les manquements, éventuellement ce sur ce quoi on ne travaille pas encore, parce qu'avant de communiquer, il faut bien sûr d'avoir vraiment comblé tous les éléments avant de sortir d'un point de vue communication, pour éviter tout phénomène de greenwashing si on sort trop vite en communication. Donc c'est un trajet assez long, et moi je conseille de commencer dès le début maintenant avec les outils qui sont disponibles et gratuitement, et de ne pas attendre. Mm-hmm. Oui, tout à fait, mais c'est quand même une question de chercher, de faire un mapping pour effectivement comprendre où on se trouve. Et alors, je comprends l'énergie. Ça a l'air d'être encore une chose un peu facile à trouver et à mettre sur la carte. Mais Catherine, quand on parle de social et de gouvernance, est-ce que vous avez des exemples que vous avez déjà vus de reporting que des start-up ou des plus grandes sociétés font, qui peuvent donner des indications pour ceux qui nous regardent peut-être comment le faire? Oui, mais au niveau de la gouvernance, on va surtout regarder comment est structuré où sont structurés les organes au sein de l'entreprise, et en particulier le conseil d'administration, le cousin d'avis. Ça dépend un petit peu de la maturité de l'entreprise. Au niveau du conseil d'administration, ce qui est vraiment fondamental, c'est par exemple le nombre d'administrateurs indépendants par rapport aux non-indépendants. La diversité au niveau de conseil d'administration, c'est très important, pas seulement en genre, mais aussi en âge, hein, en compétences. Hein, et quand on voit aujourd'hui, il y a plusieurs études qui sont sorties très récemment et qui montrent qu'en fait, la compétence au niveau des enjeux climatiques, il y a une compréhension que c'est important, mais les compétences ne sont toujours pas là. Mmh. Et donc, et pourtant, c'est fondamental, hein, parce que ça concerne la viabilité de l'entreprise elle-même. Hein, comment est-ce qu'elle va évoluer dans un monde qui se décarbone, dans un monde où les changements climatiques vont impacter de façon significative non seulement l'entreprise, mais aussi toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a des facteurs aussi de culture d'entreprise. On l'a déjà dit, ça ne sert à rien d'avoir des critères ESG qui ne sont pas vécus au sein de l'entreprise, du top au down. Mm-hmm. C'est très important d'avoir de l'éthique. C'est très important d'avoir une lutte contre la corruption. Donc, ce sont des facteurs qui sont mesurables. Alors, au niveau social, ce qui est surtout au centre du reporting, ce sont les droits humains, ce sont les droits des collaborateurs. Hein. De quelle façon est-ce qu'on assure des formations, sachant que peut-être certaines activités de l'entreprise vont disparaître dans le temps, suite à une remise en question, purpose. Hein. Mm-hmm. Peut-être qu'on va devoir changer le business model. Donc, formation de ces collaborateurs, inclusion des minorités,
Et aussi, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est vraiment les droits humains dans toute la chaîne d'approvisionnement. Hein. Mm-hmm. Ça ne concerne pas seulement les fournisseurs directs, mais aussi tous les fournisseurs en cascade. C'est ce qu'on appelle le scope 3 hein, mm-hmm. en jargon, mais c'est très très important parce qu'on voit que plusieurs sociétés sont justement mises à mal parce qu'elles ignorent complètement cette l'importance de mm-hmm. respecter des droits humains également sur mm-hmm. toute la chaîne d'approvisionnement. Mm-hmm. Ik hoor heel veel, we moeten kijken wat er in het bedrijf aanwezig is en we moeten daar relevante zaken in gaan vinden. Tom, maar we moeten natuurlijk toch ook een beetje kijken wat relevant is voor de markt. Op welke manier kan je dat gaan aanpakken en zeggen van oké, voor mij is dit relevant, maar ik opereer in een bepaalde markt. Hoe kom ik daar dan naar buiten? Niet te snel, dat hebben we gehoord. Maar als we duidelijke data hebben waar we over kunnen communiceren, hoe pakken we dat aan om relevant te zijn ook naar de markt toe? Ja, relevantie is belangrijk. ESG-rapportering moet nuttig zijn voor het bedrijf zelf, mm-hmm. maar het vraagt inspanningen. Dus we moeten die ESG-rapportering zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren. En we moeten ervoor zorgen dat datgene dat we rapporteren, na al die moeite, dat dat effectief ook bruikbaar is voor de gebruikers. Hè. En een van de gebruikers, dat zijn de verschillende stakeholders. Onze leveranciers die bepaalde vragen stellen. Hè. We moeten in dialoog gaan met die stakeholders. Wat zijn de verwachtingen? Welke informatie hebben zij van ons nodig? Mm-hmm. Een van de stakeholders zijn de financiële instellingen. Hè, banken die inderdaad, zoals reeds gezegd, vanuit hun eigen rapporteringsverplichtingen informatie gaan zoeken bij hun klanten. Aan wie ze kredieten verlenen, waarin ze beleggen. Over welke informatie spreken we dan? We spreken dan bijvoorbeeld informatie gerelateerd aan energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie van de bedrijfsgebouwen. Dat is een heel belangrijke factor. Mm-hmm. CO2-intensiteit van de productieprocessen. Dat is ook een heel belangrijk element. Omdat dat bijvoorbeeld kan aangeven hoe gevoelig zo'n bedrijf zou kunnen zijn in de toekomst voor toekomstige regelgeving rond CO2-uitstoot. Mm-hmm. Dat is een belangrijk gegeven. Meer toekomstgericht willen financiële instellingen ook weten welke inspanningen levert een bedrijf naar de toekomst toe? Welke investeringen doet het bedrijf om zichzelf te vergroenen? Mm-hmm. En dan een beetje een ander verhaal. Dat gaat meer naar de risico's. En dan spreken we in eerste instantie over de klimaatrisico's. In welke mate is een bedrijf voorbereid op klimatologische gebeurtenissen? Mm-hmm. Bijvoorbeeld overstromingen, perioden van lange droogte. In welke mate kan dat de bedrijfsvoering beïnvloeden? Dus dat zijn een aantal elementen die interessant zijn en die belangrijk zijn voor financiële instellingen. Mm-hmm. Maar ik denk dat verschillende stakeholders hebben hun eigen accenten hebben. Dus het is heel belangrijk om bij de verschillende stakeholders in dialoog te gaan om juist en gericht te rapporteren. Mm-hmm. Een beetje die stakeholders te zien als je klant er inderdaad wat verwacht, die stakeholder, dat je hem vertelt of en hoe open dat je daarover bent. Johan, eigenlijk gaat het dan echt over dat sustainable leadership, waar u uiteraard ook mee bezig bent. Als KMO-eigenaar, hoe kan ik dan mijn eerste stappen zetten om daar een excellent leadership te gaan hebben als het gaat over sustainability? Wel, een van de dingen die we in het programma al geleerd hebben, wij die het aanbieden nu, mm-hmm. is dat er een enorme verscheidenheid is. Wij zien daar mensen die vanaf dag 1 met een duurzaam project zijn gestart en die dat volledig ook onder controle willen hebben, die zelfs hun supply chain in Indonesië gaan opzetten zelf, om er zeker van te zijn en te kunnen zeggen van dit is volledig in orde in termen van ook van arbeidsvoorwaarden. Aan de andere kant zien wij gevestigde bedrijven, KMO's ook, maar die al lang bezig zijn vanuit een familiale traditie en die de bocht willen maken heel vaak ook omwille van het persoonlijk engagement van de jongere generatie die bijvoorbeeld het bedrijf overneemt. En dan zien we natuurlijk ook wel grote uitdagingen voor die bedrijven om die bocht te maken, om
de eigen organisatie te overtuigen. En daar zien we eigenlijk een enorm scala van bedrijven, van verschillende niveaus eigenlijk van de ambitieladder. En we proberen in de opleiding de bedrijven die meedoen ertoe aan te zetten om een persoonlijk plan voor hun organisatie te maken om de volgende stappen in hun duurzaamheidsstrategie te maken. En dat kan dus heel verschillend zijn. Voor sommigen is dat eerste stapjes, voor anderen zijn eigenlijk al hard aan het lopen en gaat het erover om nog wat sneller te lopen, zal ik maar zeggen. Oké. En met een blik op de klok en u horen zeggen dat we snel moeten lopen, gaan we inderdaad naar het volgende thema doorlopen. En dat is de impact van ESG op de bedrijfsfinanciering. En net zoals in de vorige thema's hebben we daar natuurlijk ook een ondernemer gevraagd om over te getuigen. We gaan luisteren naar Denny Geers van Grafius Groep. Ik ben Denny Geers, ik ben CEO van Grafius Groep. Ik ben derde generatie aan boord van een familiebedrijf dat ondertussen bestaat sinds 1928. En wij zijn gespecialiseerd in het drukken van boeken, van catalogie. We hebben ook een afdeling in packaging. Wel, duurzaamheid in zijn algemeenheid zijn we eigenlijk maar in contact mee gekomen ergens in 2013 door een overname van een drukkerij die daarin al heel ver stond en die ons op heden nog steeds adviseert in onze duurzaamheidsstrategie. De vraag naar onze duurzaamheidsstrategie bij de banken is er eigenlijk actief van hen kant gekomen ergens, ik denk een jaar of 4, 5 terug. Ook het moment waarop wij gestart zijn met het houden van een stakeholderoverleg. En uiteraard is de bank een belangrijke stakeholder naast de medewerkers, naast de buren, naast onze leveranciers, naast onze klanten. Is de bank daar een van de belangrijke pijlers van, die daarin in dat verhaal ook wordt betrokken. Dus uiteindelijk van in het allerprille begin dat wij onze duurzaamheidsstrategie uitrolden, hebben wij hen in dat verhaal betrokken. En de vraag naar die ESG-rapportering bij hen is er gekomen, ja, zoals ik net zei, een jaar of 4, 5 terug. Maar is voor hen wel belangrijk in het groeiparcours dat wij met het bedrijf kunnen afleggen. Proberen wij ook voor te leggen in het businessplan dat wij in het kader van een acquisitie bijvoorbeeld, of een investering in een nieuwe machine, het businessplan dat wij voorleggen, is duurzaamheid daar een van de pijlers van. En gaan wij ook gaan aantonen dat bijvoorbeeld na acquisitie wij een bedrijf gaan omtunen naar de duurzaamheidsstrategie die wij op groepsniveau hanteren. Well, het is ooit begonnen misschien als een nice to have, op heden is dat veel meer. Uiteraard ben ik niet de enige hier die die duurzaamheidsstrategie probeert uit te rollen. Dat zit ondertussen verweven in alle structuren, alle geledingen van het bedrijf. En wordt door, niet alleen door de managers, maar ook door de mensen op de vloer, zelfs door de arbeiders. Iedereen weet in welke richting we willen evolueren en iedereen helpt daaraan mee. Als voorzitter van de sectorfederatie Febelgra lijkt het mij ergens mijn verantwoordelijkheid, mijn plicht om met het bedrijf hier een voorbeeldrol te vervullen op diverse vlakken en zeker op vlak van duurzaamheid. Maar ik mag wel oordelen dat de meeste van onze collega's, de meeste van mijn collega's, op heden dat eigenlijk wel zeer goed doen. Wij staan in België op vlak van ecologie, op vlak van duurzaamheid in zijn algemeenheid. Wij staan daar ver in. En dat is uiteraard fijn om te weten dat we blijkbaar het al vrij goed doen in de klas, maar we kunnen natuurlijk nog beter. En ik wil ook nog heel graag meegeven dat we er natuurlijk een interactief gegeven van maken vandaag. Dus het is het moment, als u al vragen heeft, om die vragen met ons te delen in de chat. En dan kan ik die straks ook voorleggen aan ons panel hier aanwezig. Ja, Tom, we horen het. Banken die hechten steeds meer belang aan die, ze moeten ook, aan die ESG-rapportering. Waarom is dat eigenlijk precies? De belangrijkste reden, er zijn er eigenlijk twee. Okay. De belangrijkste reden is risico's. De core business van een bank, van een financiële instelling, is het beheersen van risico's. Mm-hmm. ESG en klimaatverandering kan leiden tot risico's, tot kredietrisico's, marktrisico's. En het wordt van banken verwacht om deze goed in kaart te brengen en de nodige maatregelen te treffen om die risico's te identificeren en te beheersen en daar ook over te rapporteren. Over welke risico's hebben we dan? We hebben risico's die te maken hebben met, inderdaad, ik heb het daarnet al gezegd,
overstromingsgevaar, droogte, die een impact heeft op de bedrijfscyclus, de productie van een bedrijf. Mm-hmm. We denken bijvoorbeeld aan de energie-efficiëntie van bedrijfsgebouwen. Hoe efficiënter een gebouw is, hoe waardevoller dat een gebouw is, mm-hmm. hoe aantrekkelijker het is om zo'n gebouw te financieren. We denken aan de CO2-intensiteit van een onderneming. Hoe meer CO2-intensief een onderneming is, hoe gevoeliger voor nieuwe regelgeving. Hoe gevoeliger bijvoorbeeld ook voor stranded assets, voor technologieën en producten die niet langer levensvatbaar zijn omdat mm-hmm. er geen klanten meer voor zijn of dat de regelgeving het niet meer toestaat. Mm-hmm. Dus al deze elementen van risico die brengen banken in kaart vanuit hun algemeen risicobeheer. Mm-hmm. En daarvoor hebben ze die informatie nodig van hun klanten. Een tweede reden is de rol die de financiële sector heeft in de transitie. Als financiële sector zijn wij tussenpersoon, zijn wij facilitator om bedrijven te helpen om de Sustainable Development Goals, om de grote maatschappelijke uitdagingen te realiseren. En daarvoor is informatie nodig. Mm-hmm. Wij willen weten welke bedrijven echt die impact hebben, die toegevoegde waarde leveren. En dat zijn de bedrijven die wij in de eerste plaats willen financieren. Mm-hmm. Niet alleen de meest groene bedrijven, maar alle bedrijven die in transitie zitten, willen wij begeleiden om die transitie waar te maken en die transitie te versnellen. Mm-hmm. Dus als bank eigenlijk ook een grotere stakeholder te worden in die transitie en die evolutie die we zien. Vanessa, c'est quelque chose que vous remarquez également à la FEB, que ça devient de plus en plus important. Oui, tout à fait. Donc, la transition vers un monde décarboné est un des grands objectifs de l'Europe. Et donc, un des leviers sur lesquels ils vont, sur lesquels maintenant on appuie, c'est vraiment le financier. Mm-hmm. Il y a plusieurs années, il y avait toutes les législations environnementales, sociales, etc., qui sont toujours d'application. Mais aujourd'hui, maintenant, ce levier de financement, parce qu'on sait que la transition va aussi coûter énormément d'argent, mm-hmm. donc il faut orienter les flux financiers mm-hmm. pour arriver à transiter. Donc, oui, comme on l'a dit, toutes les entreprises sont maintenant, soit soumise directement par la directive non financière, enfin la future directive, la Corporate Sustainability Reporting Directive, voilà, où certaines entreprises sont vraiment dans ce scope, ou pour pouvoir répondre aux demandes des banques. De toute façon, je veux dire, chacun doit faire son propre exercice pour pouvoir, je veux dire, rentrer dans le moule et de ce qui est attendu. Donc, moi, j'ai toujours dit la durabilité par la porte ou par la fenêtre, il va falloir s'en occuper. Et maintenant, voilà, avec le levier financier, forcément, on est obligé de tout s'y passer. Johan, ik weet niet of u een zicht hebt over waar die investeerders en kredietverleners dan het meeste belang aan hechten. We hebben een aantal voorbeelden gehoord. Is er zo'n beetje een zicht op wat dan zo belangrijk is en wat je vooral moet meenemen in je dossier als je naar de bank gaat? Ja, Tom heeft het al heel uitgebreid gehad over klimaat. Hè. Zowel klimaatrisico's, waar je aan blootstaat als er extreme weersevenementen gebeuren. Dat is één ding. Tegelijkertijd natuurlijk ook de CO2-neutraliteit, waar we naar streven, dat is het andere. Tegelijk, het is niet alleen klimaat natuurlijk. Ook circulaire economie is een bijzonder belangrijk thema in de Europese Green Deal. En ook daar kunnen bedrijven heel sterk, afhankelijk van de sector natuurlijk, aan blootgesteld zijn aan een risico. Denk aan bouwmaterialen, staal, cement zijn bijzonder CO2-intensief. Mm-hmm. Dus de twee hebben ook een link met elkaar. Naar de toekomst toe verwacht ik dat een thema dat belangrijker gaat worden, dat van biodiversiteit is. Mm-hmm. Vanuit de wetenschap horen we meer en meer stemmen die zeggen van klimaat, zeer belangrijke prioriteit, maar vergeet niet dat de biodiversiteitscrisis eentje is die minstens van dezelfde ampleur is mm-hmm. en ook heel wat actie gaat veronderstellen. En ze zijn natuurlijk ook nog eens gelinkt, biodiversiteit en klimaat. Dus ik verwacht ook daar wel in de toekomst meer aandacht voor. En tenslotte zou ik ook nog willen zeggen, vergeet niet de klassiekers. De klassiekers gaan dan nog over dingen zoals water of over bodemverontreiniging. En daar zien we ook in dit land nog grote voorbeelden van nu, van risico's.
Dus vergeet die zeker niet, want op dit ogenblik merk ik dat heel veel bedrijven helemaal op klimaat en circulaire economie en het andere als verworven beschouwen. Mm-hmm. Maar ook daar zitten vaak nog verborgen, ongekende risico's die door voortschrijdend inzicht bijvoorbeeld duidelijk wordt dat bepaalde producten toch veel gevaarlijker zijn dan dat we vroeger dachten. Dus vergeet ook die klassiekers niet, is mijn aanbeveling. Dat is een goede tip, effectief. Want we zouden kunnen zeggen van ik ga heel erg op zoek naar nieuwe dingen. Maar uiteraard moeten we bij het begin starten. Catherine, vous voyez beaucoup d'entreprises qui sont déjà établies depuis un moment, mais vous êtes aussi spécialiste quand on parle de start-up. Est-ce que vous voyez par rapport au reporting et les importances que les investisseurs et les prêteurs ont une grande différence dans le reporting d'une start-up qui a donc pas encore, qui regarde très fort vers le futur et quelqu'un qui a déjà beaucoup de chiffres au sein de sa société? Oui, mais je pense d'abord que pour répondre à votre question des investisseurs, les investisseurs institutionnels ont déjà intégré des critères ESG depuis des décennies. Hein. Les fonds durables existent depuis très longtemps. Mm-hmm. Et la raison est très simple, hein, on l'a déjà évoqué, c'est qu'une entreprise qui prend trop de risques, hein, que ce soit au niveau environnemental, social, gouvernance, qu'il y a une mauvaise gouvernance. Il y a un tas d'exemples de grosses multinationales qui n'existent plus aujourd'hui parce que leur gouvernance est tout simplement, si je peux m'exprimer, pourrie. Mm-hmm. Et donc, un fonds d'investissement, par exemple, son but, c'est de procurer une performance pour ses clients. Donc, il est ipso facto déjà très sensible à cette notion de résilience, hein, que chaque entreprise dans laquelle il investit devrait pouvoir démontrer. Alors, pour les start-up, souvent, les start-up sont déjà fort avancées, hein, dans cette notion de ESG. Hein. C'est souvent déjà, ça fait déjà souvent partie de leur purpose, de leur raison d'être. Hein. Mm-hmm. Et donc, je vois que, moi, personnellement, le seul point qui reste parfois encore un peu à améliorer, c'est la gouvernance. Parce qu'un starter, il a son idée, il a souvent le nez dans le guidon. Il travaille souvent seul ou avec un ou deux fondateurs. Et donc, il manque parfois un peu cette structure gouvernance, conseil d'avis, conseil d'administration. Mm-hmm. Et là, voilà, nous, chez Guberna, on travaille très fort là-dessus parce qu'on est convaincus que la gouvernance est vraiment un levier pour la croissance. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour pouvoir aussi perdurer dans le temps. Mm-hmm. Tom, wat ik mij afvraag, zijn er ook, is het aanbod groter geworden aan financieringsinstrumenten dan sinds de banken aan ESG-rapportering moeten doen? Er zijn financieringsinstrumenten die specifiek gericht zijn op de financiering van de transitie of van de financiering van de groene projecten. Maar allereerst wil ik zeggen dat ESG een element is in alle financieringsinstrumenten. Dus het is niet zo dat ESG enkel belangrijk is als een onderneming gebruik wil maken van een specifiek groen financieringinstrument, zoals een green bond of een groene lening. Ja. Nee, dat ESG-element, die ESG-informatie, is relevant in elke vorm van kredietverlening, is in elke vorm van beleggingen. Mm-hmm. Maar als we kijken naar de meer gerichte instrumenten, uiteraard, we hebben de traditionele, ik denk dat we ze nu al traditioneel kunnen noemen, de green bonds, hè, de groene obligaties, die specifiek daar zijn ter financiering van meestal grote groene projecten. Hè. Dat is, het lijkt me minder relevant voor KMO's, maar dat is meestal meer voor grote projecten. Iets vrij recent zijn de sustainability-linked loans of bonds. Mm-hmm. Wat is dat? Dat is een instrument waarvan dat de kostprijs, de interest voet, afhankelijk is van de duurzaamheidsscore van een onderneming. Mm-hmm. Dus jaar na jaar, als een onderneming de duurzaamheidsscore verhoogt, dan daalt de interest voet en vice versa. Okay. Dus dat kan een stimulans zijn om te blijven verduurzamen. En dan zijn er natuurlijk ook de traditionele groene kredieten voor renovatie van gebouwen. Mm-hmm. En we hebben ook iets, bijvoorbeeld leasing, is ook een financieringsinstrument dat heel interessant kan zijn voor circulaire economie. Mm-hmm. Leasing is een instrument dat zich zeer goed leent
voor het financieren van businessmodellen die zich meer richten op het gebruik van goederen en minder op het eigendom van goederen. Mm-hmm. Dus daarvoor zijn er ook specifieke financieringsinstrumenten. Mm-hmm. Dus ik hoor dat het eigenlijk heel erg verweven zit in de hele financiële wereld. Als jullie het goed vinden, stel ik voor dat we eens gaan kijken of er ondertussen vragen zijn binnengekomen. Een eerste vraag van iemand is of die ESG-rapportering ook een bepaalde verplichting zal worden voor KMO's. Wie heeft er hier een glazen bol en weet of het een verplichting zal worden? En zo ja, misschien op welke termijn? Iemand een idee? Ja? Tom? Het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn verplicht zal worden. Okay. Het zal verplicht worden vanaf 2026 voor de beursgenoteerde KMO's. Mm-hmm. Maar laat ons zeggen, dat is niet de grote meerderheid. Mm-hmm. Voor de kleinere KMO's weet de wetgever ook dat dat een heel grote inspanning vraagt, dat de KMO's met heel veel uitdagingen te kampen hebben en dat dat ook een zekere kost met zich meebrengt. Dus een wettelijke verplichting op korte termijn voor alle KMO's lijkt mij niet direct te voorzien. Langs de andere kant, de indirecte verplichtingen, die zullen zich wel laten voelen. We hebben het al gehad over dat trickle-down-effect. Mm-hmm. De klanten, zowel de zakelijke klanten als de particuliere klanten, als de financierders, de banken, gaan die informatie vragen. Dus mm-hmm. die rapportering gaat er wel moeten komen, verplicht of niet. Mm-hmm. Absoluut. Je vois que... Oui. Peut-être encore juste rajouter, je suis tout à fait d'accord, que les fonds d'investissement sont déjà soumis à la réglementation SFDR, le Sustainable Finance mm-hmm. Disclosure Reporting, depuis l'année passée, donc depuis mars 2021, et qu'elles aussi mettent une pression sur les entreprises dans lesquelles elles investissent pour déjà fournir un reporting beaucoup plus touffu, beaucoup plus mm-hmm. complexe mm-hmm. que ce qui n'est le cas aujourd'hui. Donc on ne va pas attendre CSRD. C'est déjà, il y a une autre pression parce que la réglementation n'est pas en phase. Il y a d'abord eu la réglementation du système financier et puis seulement la réglementation sur les corporates, les entreprises. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Mais il y a déjà une influence aussi de ce côté-là. Mm-hmm. Ik zou toch willen benadrukken van wacht niet tot het wettelijk verplicht is natuurlijk. Want dan dreig je zelf misschien de stranded asset te worden in de sector. Ja. Omdat de klanten eigenlijk al lang de bocht gemaakt hebben en dat eigenlijk opleggen. Mm-hmm. Dus wacht alstublieft niet op die wettelijke verplichting. Mm-hmm. Absoluut, ik denk dat dat heel duidelijk al geweest is. Ik kijk even of er nog vragen gekomen zijn. Bestaat er een minimum aan elementen waarover gerapporteerd moet worden om te kunnen spreken van een goede ESG-rapportering? Ja, bestaat er een minimum aan elementen volgens jullie? Vanessa, oui? Il y a un minimum d'éléments? Ben, oui, il y a un minimum d'éléments, effectivement. Déjà, ESG, donc il y a bien les trois piliers, ça c'est vraiment important. Et puis mm-hmm. il y a des choses qu'on va retrouver dans tous les référentiels, comme mm-hmm. par exemple l'intensité énergétique, les émissions de CO2, etc., la consommation d'eau, la diversité, l'inclusion. Enfin voilà, il y a tout. Oui, il y a quand même un minimum à respecter et qu'on va retrouver toujours les mêmes indicateurs mmh. dans les différents mmh. référentiels. Mmh. C'est vrai que les SDGs, donc les objectifs de développement durable, sont toujours une bonne manière, je trouve, de démarrer parce qu'on voit vraiment là un panel très, très large sur lequel on peut se baser pour commencer un reporting non financier. D'accord. Je regarde une autre question. Qu'entendez-vous par travailler sur la gouvernance? Je pense, Catherine, que c'est une question pour vous, ça. Mais travailler sur la gouvernance, c'est déjà veiller à ce qu'on ait des rôles clairs au sein d'une entreprise. Donc, mm-hmm. ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de PME, c'est que l'actionnaire est à la fois l'administrateur principal ou le président du conseil d'administration, il est à la fois le CEO. Et donc, on a un mélange de rôles qui complexifie en fait la visibilité que l'entreprise peut avoir sur les enjeux qui l'entourent. Et mm-hmm. on voit souvent les PME où on a le fondateur qui est tout seul et mm-hmm. qui est tout à fait livré à lui-même pour affronter ses
non seulement les problèmes du quotidien, qui sont souvent très pressants, hein, mais aussi les problèmes qui vont se manifester sur le plus long terme. Et donc, une bonne gouvernance, c'est de s'entourer des bonnes personnes mm-hmm. qui sont capables d'apporter vraiment un soutien pour pouvoir réaliser cette création de valeur durable qui s'inscrit dans le temps. Donc, c'est vraiment avoir aussi cette vision long terme, c'est d'avoir des checks and balances, mm-hmm. c'est de pouvoir avoir un sounding board, hein, mm-hmm. de pouvoir un peu checker aussi et partager ses préoccupations court terme, long terme avec d'autres personnes. C'est très important. Mm-hmm. Dus zorg ervoor dat je een klankbord hebt. Ja. Zorg dat je daar een soort van raad van advies, zou ik ze misschien wel willen noemen, rond jou hebt. Ja, Johan, jij wou daar nog iets op toevoegen? Ik wou er gewoon nog aan toevoegen. En u hebt het zelf ook al gezegd, er juist het belang van onafhankelijke bestuurders. Ja. Mm-hmm. Omdat we toch heel vaak zien dat we in een bubbel zitten met onze onderneming en de mensen die erbij betrokken zijn. En het is heel belangrijk om je open te stellen ook voor andere meningen, om een frisse wind te laten waaien, om die nieuwe ideeën ook binnen in huis te halen en minstens daar de discussie mm-hmm. over aan te gaan. Dus dat blijft heel belangrijk. En misschien moet dat juridisch niet via die bestuurders gaan, maar dat kan ook op andere fora, door ook met de sectorfederaties, waar u waarschijnlijk ook lid van bent, om daar ook aan mee te doen en ook daar de discussie aan te gaan en te voelen van in welke richting eigenlijk de hele sector aan het evolueren is. Mm-hmm. Binnen de sector, maar misschien zelfs ook buiten de sector, neem ik aan. Dus zorg dat je voldoende netwerkt, hoor ik jullie ook zeggen. Ik ga eens kijken of er nog vragen zijn. Er wordt een link gelegd tussen banken en klanten, maar vooral professionele klanten. Banken die voornamelijk met particulieren en zelfstandigen werken, hoe kunnen zij dan een impact meten? Dat lijkt een moeilijke Mais vraag. Si je comprends bien la question, est-ce que ça concerne alors le fait de clients particuliers qui mm-hmm. veulent investir, par exemple, ou est-ce que ça concerne des particuliers qui veulent emprunter? Parce mm-hmm. qu'en fait, il y a toute une réglementation qui arrive aussi. Et qui est d'ailleurs, je pense, qui sera introduite aussi par l'ESMA et qui va obliger les banques, par exemple, à vraiment sonder D'accord. De façon très précise les critères ESG de leurs clients investisseurs. Mais ça, D'accord. c'est alors plutôt du côté des produits d'investissement mm-hmm. qu'une banque peut apporter. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette... C'est là que la question était. Peut-être que Tom, tu... Ik kan nog iets aanvullen. Het is inderdaad niet 100% duidelijk, maar ook banken die vooral particuliere klanten hebben, en dat lijkt mij een groot deel van de banken te zijn. Uiteraard. Er zijn ook heel wat kredieten, bijvoorbeeld woningkredieten, hypotheken. Dat is een heel groot deel van de kredietportefeuille van een bank. De energie-efficiëntie, de EPC-attesten van al die woningen, die zijn zeer relevant. Waar Katrien het over heeft, de nieuwe MIFID-reglementering die er deze zomer aankomt, dat is dan inderdaad in de relatie tussen de beleggingsadviseur en de klant. Het zal verplicht worden om te vragen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant. Niet enkel naar de voorkeuren qua risico- en beleggingshorizon en kennis, wat traditioneel tot het beleggingsprofiel behoort. Maar we zullen u ook moeten vragen, wat zijn uw duurzaamheidsvoorkeuren? Hoe groen moeten uw beleggingen zijn? Ja. Zijn er bepaalde sectoren waar u absoluut niet in wenst te beleggen? Ja. En in functie van die verwachtingen moeten gepaste producten aangeboden worden aan de klant. Dus er zijn verschillende vormen van impact, niet alleen voor professionele klanten, maar ook inderdaad in de relatie met particulieren. Ja, de vraag was misschien helemaal duidelijk, maar effectief, het is een mooie vraag, want we willen natuurlijk niet enkel
wil dat bedrijven werken aan duurzaamheid en aan die gedachten. Maar natuurlijk moeten we dat allemaal elk voor zich doen. Ja, Johan, ik zie dat jij nog iets wou toevoegen. Ja, ik wou daar heel concreet het voorbeeld geven van de hypotheekleningen. We zien op dit moment zeer sterk gestegen gasprijzen. Ja. Dat heeft natuurlijk direct een impact op de terugbetalingscapaciteit van klanten. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld van een kredietrisico. En als je dan meer informatie hebt over het huis dat onder de hypotheek zit en wat betreft zijn energieprestaties of dat er zonnepanelen enzovoort zijn, dan heb je natuurlijk veel beter zicht op dat risico en kan je de robuustheid veel beter inschatten van je portefeuille. Uiteraard. Ik stel voor dat ik nog een laatste vraag selecteer. Stel dat een bank mijn ESG-rapportering onvoldoende vindt, of, erger nog, ik heb er geen, wat gaat de bank dan doen? Gaat de bank mijn kredietaanvraag dan weigeren? Ja. Ik kan daar proberen een antwoord op te geven. Zeer graag. Maar laat ons zeggen, ESG-rapportering is in de eerste plaats de basis voor een gesprek tussen de klant en de bankier. De basis voor een gesprek van hoe ver staat de onderneming en in welke richting evolueert de onderneming. Wat is zijn strategie om te verduurzamen? Dat is de basis, dat is het belangrijke van ESG-rapportering. Het is geen rapport in de zin van ik ben geslaagd of ik ben gebuist. Okay. Het is natuurlijk zo, als u beter, transparanter bent en vorderingen kunt tonen op het vlak van verduurzamen, kunt je in aanmerking komen voor, ik heb daarnet gezegd, specifieke financieringsinstrumenten of misschien betere financieringsvoorwaarden. Dus daar, het is eerder gradueel. Hè, dan het is minder een ja-nee verhaal. Oké. Ik kijk nog even. Ja. Oui, moi je voudrais juste encore rajouter, je suis tout à fait d'accord avec Tom, que quand on fait un rapport ESG, ce n'est pas seulement une question de chiffres. Le narratif est également très important. Hein. Donc, expliquer pourquoi aujourd'hui on n'atteint pas encore les critères qu'on devrait atteindre et montrer comment on va faire cette transition. Donc, dans un rapport ESG, il y a autant de chiffres que de narratifs. Et c'est un peu le principe aussi qu'on a en Belgique au niveau de la gouvernance. Hein. C'est comply or explain. On ne doit pas nécessairement déjà y être. Hein. Personne n'y est d'ailleurs. Ce qui est important, c'est la route, c'est le roadmap, c'est le... La feuille de route. Voilà. Inderdaad, als we maar transparant communiceren over waar we mee bezig zijn. Ja, en ik ben een beetje verplicht, want het gesprek is zeer interessant en wellicht hebben jullie nog veel wat jullie zouden kunnen delen. Maar ik kijk naar de tijd en ik ben verplicht om het gesprek hier af te ronden. Ik wil jullie alvast heel erg bedankt. Heel veel nuttige informatie hebben jullie gedeeld. En ik wil nog heel graag meegeven voor de mensen die ons volgen, dat jullie vanaf 7 maart dit event ook kunnen gaan volgen op Kanaal Z. En niet alleen dit event, maar er komen ook nog 10 afleveringen die mijn collega Bjorn Krul gemaakt heeft en waar u gaat ondergedompeld worden in hoe u kan starten aan die strategische oefening. We gaan bijvoorbeeld ingaan op de impact van rapportering op die financiering waar we het over gehad hebben. Maar we gaan het ook hebben over inclusie, tewerkstelling, circulaire economie en nog heel veel meer. Ik geef ook heel graag mee dat er een leaflet gemaakt is die u kan terugvinden op de website van Febelfin, febelfin.be. En daarin kan u heel kort en heel duidelijk nog eens herlezen waarom het zo goed is om er aan te beginnen. En zeker en vast, we hebben het gehoord, niet wachten op de regels, gewoon starten, het liefst natuurlijk ook nog morgen. Dus ik zou zeggen, hartelijk bedankt aan jullie allemaal. Zeker kijk je naar Z Sustainable Finance op Kanaal Z. En om af te sluiten, zoals het hoort, wil ik heel graag het woord geven aan Pieter Timmermans, de CEO van het Verbond van Belgische Ondernemers. Dank je wel en heel graag tot een volgende keer van mijn kant. Beste deelnemers, beste collega-ondernemers, dames en heren. Ik spring even terug in de tijd. Begin 2020, nog net voor COVID-19 onze wereld veranderde, deed Larry Fink de volgende uitspraak. Duurzaamheid wordt de nieuwe standaard. Larry Fink is de CEO van BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Dus niet om het even wie.
En over 10 jaar kijken we wellicht terug naar dat moment als het omslagpunt waarop duurzaamheid als businessstrategie een realiteit werd. Maar het VBO en zijn sectorfederaties hebben echt niet op Larry Fink gewacht. Al in 2011, tijdens mijn verblijf aan de Stanford University, bestudeerden we het thema duurzaamheid en de impact op het bedrijfsleven. En in de jaren daarop zag je het onderwerp traag, maar gestaag doordringen in de bestuurskamers van grotere ondernemingen. Het was dan ook een uitgemaakte zaak dat rond diezelfde periode dat Fink zijn uitspraak deed en het VBO zijn 125ste verjaardag vierde, dat we dit onderwerp een meer dan prominente plaats in onze werking zouden geven. We grepen dat momentum aan om voorbij de horizon te kijken. Want wie zich niet voorbereidt op de verre toekomst, verliest zijn relevantie. Onze nieuwe visie en onze nieuwe strategie balden we samen in de baseline Creating Value for Society. Duurzaamheid wordt dus inderdaad de nieuwe standaard en een cruciale motor om als bedrijf waarde te creëren voor onze samenleving. Mesdames, messieurs, l'argument économique de loin le plus convaincant pour les entreprises, une entreprise qui peut produire à moindre coût en utilisant moins d'énergie et d'autres matières premières, peut plus facilement investir dans l'innovation durable et ainsi renforcer sa position sur le marché. Le fait que cela améliore son avantage concurrentiel est un plus. Si, par ailleurs, l'entreprise entreprend cette démarche de manière socialement responsable et dans le respect de son capital humain, l'avantage en termes de réputation dans le cadre de l'employer branding entre également en jeu. Sur le marché du travail tendu que nous connaissons actuellement, il s'agit d'ailleurs d'un avantage non négligeable. Les mêmes principes et avantages s'appliquent aux banques, aux assureurs, aux fonds de pension et aux gestionnaires d'actifs. Mais en même temps, ils disposent de puissants instruments pour pousser l'économie dans une certaine direction. Ils peuvent investir dans les actions et obligations d'entreprises qui poursuivent des objectifs de durabilité. Et par le biais des prêts qu'elles accordent, les banques peuvent contribuer à faciliter la transition vers une économie plus verte. Maar zoals iedereen daarnet tijdens het debat kon horen, kan duurzame financiering onmogelijk blind gebeuren. Net zoals de consument wil weten wat er allemaal in zijn voeding zit, zodat hij gezond kan eten, moeten banken weten welke ESG-criteria bedrijven hanteren om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Want ook groen heeft verschillende tinten. De uitdaging voor de financiële sector is dus dubbel. Enerzijds doet de samenleving een beroep op de financiële dienstensector om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Anderzijds werken regelgevers en toezichthoudende autoriteiten aan eisen en normen waaraan financiële instellingen zullen moeten voldoen. Vandaag zitten we midden in het spanningsveld van die transitie naar duurzame financiering. Aan de ene kant vereist die transitie een nieuwe manier van rapporteren en aan de andere kant dreigen we te verzanden in een administratief moeras. Aan de ene kant moeten we deze administratieve tsunami voor burgers en bedrijven behapbaar houden. Dat betekent aan de andere kant dat we de Europese en Belgische wetgever bij de les moeten houden. Aan de ene kant moeten we de burger overtuigen van het nut van deze transitie naar duurzame financiering. Aan de andere kant moeten we erover waken dat we diezelfde burger niet in de armen drijven van antibewegingen. Antibewegingen zoals er tegenwoordig zoveel opduiken, denken we maar aan de Gilets jaunes en de vrijheidsconvooien. Als grootste werkgeversorganisatie van het land kan het VBO helpen. In nauwe samenwerking met zijn leden sectorfederaties, zoals Veberfin bijvoorbeeld, en de overheid. En we kunnen ondernemingen sensibiliseren over het belang van een onderbouwde duurzaamheidsverslaggeving en ESG-rapportering. En op haar beurt kan de overheid de financiële wereld steunen door toegang te verschaffen tot overheidsdatabanken met ESG-bedrijfsinformatie. Notre message est clair. Seule une collaboration entre tous les acteurs nous permettra d'assurer un avenir durable. L'ensemble de la société doit être impliqué. Outre les pouvoirs publics, les entrepreneurs, les organisations de la société civile et les institutions de recherche, les institutions financières ont également un rôle à jouer. Plus que jamais, la devise de notre orateur principal Gianluca Manca s'applique à chacun
de Sessenk Partie. We have one world, our only home, let's treat it decently. C'est sur ces sages paroles que je souhaiterais conclure ce fin café particulièrement passionnant. Merci à toutes et à tous pour votre présence et le vif intérêt que vous avez manifesté pour cet événement.